De vloek. Eiland Vlook, zoals het vroeger heette, werd al heel snel een eiland met een beetje een discutabele reputatie. Want eind jaren 60 dumpte de gemeente op dit eiland asociale gezinnen. De mensen die op eiland Vlook woonden waren meestal niet zo gelovig als Scheveningers. Dus ze hadden ook een beetje een status aparte. En alles wat anders is, vind ik natuurlijk als schrijver of als humorist, vind ik interessant. Want waar dingen verschillend zijn, daar ontstaat humor. Maar eiland Vlook heeft een tweede start gekregen als naam in het krakersbolwerk De Vloek. Maar die krakers waren hier niet echt welkom, kan ik je wel vertellen. Er is zelfs een actie geweest vanuit de wijk hierachter om ze weg te knuppelen. Mijn eigen vader overal door die fascisten. Heb jij je laten omlullen door die Gerrit? Mijn eigen man, verrader van eiland Vlook. Om de veel dingen die hier worden gebouwd, die verdwijnen ook weer. De woonwijk is weg. Vroeger had je de Norfolk Line, bedrijf, is ook alweer weg. Er staat nu een theater, dus straks is die ook weg. Rust er soms een vloek op eiland Vlook.